Hallo allemaal, ik ben Jan van de Groene Buffer. Welkom in ons Zennebeem de Bos. Een week geleden leek alles al in kannen en kruiken. Voor Plopsa, voor de stad en voor nog een paar andere mensen. Nu zijn we een week verder en het ziet er toch ineens allemaal anders uit. Wat betreft het Plopsa-dossier hier in het Zennebeem de Bos ligt dus echt niks vast op dit moment, voor alle duidelijkheid. Ik kan begrijpen dat de stad en Plopsa als initiatiefnemers dat die, ja, heel zeker willen overkomen naar hun publiek toe. Maar in de realiteit is dat er nog niks vast ligt, dat momenteel de vergunning wel in de eerste aanleg is goedgekeurd. Maar nu starten we dus aan het beroepen en dat is uiteraard een hele belangrijke stap ook. Dus, om even samen te vatten. Exact een week geleden, op 4 juni 2024, keurde de stad dus de vergunning goed voor de bouw van het Plopsaqua Waterpretpark hier in het Zennebeem de Bos. Nu start dus het beroep. De deadline daarvoor is op 4 juli. Dus we hebben exact 30 dagen om beroepen in te sturen. En daarna start er een evaluatie van die beroepen. En dat kan ook tot 4 maanden duren. Dus er wordt zo goed als zeker niet begonnen met werken hier in september. 4 maanden, dat brengt ons eigenlijk dichterbij november eigenlijk als uiterste datum. Dus na 4 maanden moet die beslissing vallen over de beroepen die zijn ingestuurd. En daarna kunnen we nog altijd naar de Raad van Vergunningsbetwistingen gaan ook. Maar dat is de stap die we dan gaan bekijken als het zover is. Dus tijdens de laatste openbaar onderzoek hebben we met z'n allen meer dan 700 bezwaarschriften ingestuurd. Je kan die bezwaarschriften met je bekijken als bouwblokken waar we mee kunnen werken. De vergunningsverlener Stad Mechelen heeft nu een antwoord moeten geven op al die bezwaarschriften. En die argumenten die zij terugsturen, dat kunnen we gebruiken als een soort van cement, als de lijm. Nu met die bouwblokken en die cement gaan we nu samen een superberoep maken. En daarvoor hebben we natuurlijk onze juridische specialisten nodig. Dat zijn de advocaten. Die gaan voor ons dat beroep schrijven. Maar we gebruiken natuurlijk al onze bouwblokken en de cement die ons is aangereikt over de loop van de campagne. Dus daarom was dat ook zo belangrijk dat we zoveel bezwaarschriften hadden tijdens de vorige rondes. Nu, met ons juridisch team, met die advocaten, werken wij intussen al 6 jaar heel goed samen. Die zijn heel gespecialiseerd in hun zaak, die kennen dat dossier door en door. En daarom lijkt het ons op dit moment een goed idee om al onze krachten eigenlijk nu te bundelen op dat team. Zodat zij het best mogelijke beroepschrift kunnen schrijven. Een superberoep dus. Je kan nog altijd je eigen beroep insturen, maar hou dan wel rekening met taksen van €100 en misschien ook wel het advies van je eigen advocaat om dat beroepschrift te schrijven. Dus daarom lijkt het interessanter om alle krachten nu te bundelen en dat allemaal naar één plek te leiden, naar ons juridisch team. Maar daarvoor hebben we natuurlijk geld nodig. Want hoe meer tijd dat we die mensen willen gunnen, budget dat we daarvoor nodig hebben. En hoewel dat onze argumenten al heel sterk staan, willen we echt niks aan toevallen overlaten op dit moment. Het is nu alles of niks. Want we moeten ten alle kosten beletten dat Plopsa begint met werken hier in het bos. Eens dat men begint te kappen, eens dat men begint met een werf aan te leggen, dan wordt het heel moeilijk nog om het tijd te keren. Dus we moeten echt nu alles op alles zetten om ze uit het natuurgebied hier te houden. Nu, als je ons financieel wil helpen, dan hebben we het eigenlijk gemakkelijk gemaakt. Wij gebruiken een publiek platform, Why Donate, wat heel veel organisaties over de wereld gebruik van maken. Je kan onze speciale pagina vinden met deze link hier. Je vindt die link ook in de comments van deze video. Of je scant deze QR-code hier. Je kunt even pauzeren, kunnen ze scannen. Heb je het gescand? Oké, goed, dan gaan we door. Als je daarop dus geklikt hebt, dan kom je op onze speciale pagina terecht. En dan zie je rechts een knop met doneren. Als je daarop klikt, krijg je de suggestie van een aantal bedragen die je kan doneren. Maar je kan ook op ander drukken en zelf een getal invullen. Het staat echt vrij om te doneren wat je wil en kan. Daaronder heb je nog een vakje en daar staat bij FOI. Nu, omdat wij niet moeten betalen voor het gebruik van dat platform, vragen de mensen die het platform hebben gebouwd een FOI, een tip, om hun platform te onderhouden. Dat is niet verplicht,
Dat geld komt ook niet naar ons, maar je kan daar invullen ook wat dat je zelf wilt. Hè. Nu, de campagne is nog niet echt begonnen. Ik moet de video nog publiceren. En toch hebben we op dit moment al bijna 20 donaties binnengekregen. Dus over de loop van de nacht en deze ochtend. En dat geeft mij heel veel hoop. Dat is echt wel heel goed nieuws. We zien dat we momentum hebben op dit moment. En mensen zijn echt bereid om te helpen. Zeker als we uitleggen van, ja, dat er nog niks beslist is op dit moment. Alle kansen liggen nog open. De toekomst ligt absoluut niet vast van het Sennebeem de Bos. Maar wij hopen echt van ganse harte dat we het kunnen beschermen in alle pracht zoals we het nu kennen. Hè. En daarvoor hebben we jullie hulp nodig. Dus als je de kans ziet om onze campagne materiaal ook te delen met de mensen in je omgeving, online of gewoon door erover te praten, dan helpt dat ook al. Hoe meer mensen dat hierover weten, hoe meer kansen dat wij hebben om ons superberoep tot het beste beroep ooit geschreven te maken. Dus heel erg bedankt al voor jullie hulp en zeker tot binnenkort. Hè. Dag.